Ze begonnen om 12 april om half 11 s'avonds. Nadat eerst 2 uur lang allemaal honderden kanonnen op Arnhem hadden geschoten. En de Engelsen hebben die dag ook nog laagvliegende jachtvliegtuigen ingezet met raketten. U kunt wel voorstellen dat zoveel geschut en zoveel granaten, dat levert behoorlijk wat schade op. Uiteindelijk werd een Baileybrug gebouwd, dus een soort van schipbrug. Dan konden ze ook grotere tanks overvaren of overrijden. Hier zien wij een stuk van die AQ-fabriek met antitankkanonnen. Om eventuele tanks uit te schakelen, maar die bleken er niet te zijn van de Duitsers op dat moment. Hier nog weer opnieuw die fabriek met een groot type Engelse geschut. En zo'n tank, als die 1 schot zou lossen, is van de ruimte waar wij nu in staan, denk ik niet heel veel meer over dan een paar houtspaanders. Het is echt een gigantische kracht, heeft zo'n granaat. Arnhem is... ze zijn aan de oostkant binnengegaan. Ze kwamen op een gegeven moment bij de brug ook uit. Dus een opname van de noordkant van de John Frostbrug. Toen natuurlijk nog de Rijnbrug geheten, want John Frostbrug was natuurlijk pas vanaf 78. En hier nog een opname. En de soldaat, de onderschrift origineel luidt dat het een militair is geweest uit september 44 die op een of andere manier mee is gegaan en hier nu kijkt naar waar hij of in ieder geval zijn kameraden in september hebben gestreden. De bevrijding van Arnhem die begon dus eigenlijk op 13 april. Nadat s'avonds dus de vorige dag de Gloucesters waren overgestoken. En 2 bataljons zijn eigenlijk echt het echte centrum ingegaan. En ik heb dat een beetje schematisch aan de hand van de eerdere luchtfoto getekend. Rode lijntjes het Essex Regiment. Die komen op de meeste foto's van Arnhem voor. Daar komen straks veel meer tegen. Het andere niet. Maar er werd eerder al op het historische meldpunt even genoemd van we zoeken toch foto's van vooral van dit gebouw. En ik las in het geschiedenis van het boek van de Duke of Wellington Regiment dat er een luitenant Kenneth Evans is geweest die met zijn camera hier heeft rondgelopen. Die heeft ook opnamen gemaakt. Er staan er 2 in het boek van de Wellington Regiment. Het zijn opnames ergens een beetje bij Schaarsberg in de bossen. De precieze plek is niet echt goed vast te stellen. Maar goed, het zou natuurlijk goed kunnen zijn dat, wie weet wel, het museum in Engeland, dat is er van dat regiment. Dat zij misschien nog wel meer opnamen zouden kunnen hebben van deze plek. Want zij zijn hier geweest op 13 april. Hotel Riche, of restaurant Riche, dat is natuurlijk een bekende plaat. Later de Burger King en tegenwoordig weer iets nieuws. Ik geloof een bank, maar dat weet ik niet. ING, ja, dank u wel. Het stationsplein, ook een bekendere foto. En we zien hier ook een paar van die speciale tanks die de Engelsen mee hadden. Met van die kettingen eraan, dat noemden ze flails. En daar heb ik onder ze zeg maar rondzwiepen. En als er een mijn lag, dan werd die eerst opgeblazen voordat die tank eroverheen ging. En dan gingen ze niet zelf in de lucht. Vervolgens komen we bij een punt wat ik echt nader ben gaan onderzoeken. Want ik zag op een gegeven moment dat er een aantal panden waren die steeds terugkomen. En een van die panden toont de foto waarmee ik begonnen ben, die groep Engelse soldaten. Die zaten hier, in deze etalage. En ik heb ook een kaart erbij, dat laat ik zo meteen zien. En dan voeg ik, dan kunt u alle foto's die ik nu ga tonen ook op terugzien. Dit is even de kaart nog zonder dat er iets op staat. En de carrier die we zagen, die zit hier. En die foto die we net zagen is genomen vanuit de Rijnstraat. Kijken er zo die kant op. En het gaat om deze 2 panden. En het rode pand, de oranje pand, is dan het pand waar die Engelsen in zitten op die foto. Even verderop, als je iets doorloopt, kijk je naar rechts en dan maak je deze foto. Helaas is die kerk gesloopt. Ik heb mezelf nog, ik ben zelf van 82, ik heb mezelf nog, ik ben een Arnhemmer van geboorte. Ik vind het zonde dat die weg is, vooral als je bedenkt dat er een lelijke parkeerplaats nu is waar niks mee wordt gedaan. Maar goed, dat even terzijde. Deze foto kom ik tegen toen ik bezig was voor deze presentatie. Ik wist niet dat deze foto er was. Ik vond hem in een boek van de geschiedenis van de South Wales Borderers. Een ander bataljon van die Engelsen. En hier kunt u zien het woordje olie. Je ziet nog net de R half, maar hier staat olie. Staat ook op het pand waar die soldaten in zitten. Toen ben ik het gaan vergelijken en ik dacht, hey, verrek, hetzelfde pand. En hier zien we hem met daarboven dus, motor, olie. Na de oorlog, vertelde mijn opa,
ik weet niet of dat klopt, maar hij herinnerde zich dat daar een behangwinkel, of in ieder geval een winkel in behang en verf heeft gezeten een tijdje. Ik weet niet of dat klopt. De foto zelf, ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is een kapitein, dat kan ik in ieder geval zien aan de rangen. Dit zijn, denk ik, luitenanten zo te zien, in ieder geval zijn officieren. Hij brieft ze, ze geeft ze uitleg waar ze zijn. Maar ik vind het wel een geposeerde foto. Hij is mooi, maar je denkt ook wel echt van, ze zijn een beetje aan het grinniken om de foto, want ze weten dat het natuurlijk een beetje, ja, ze komen op de foto. Er is geen moment geweest waarbij die fotograaf, verrassend tevoorschijn kwam. Dit is een foto iets verderop en dan zien we weer dat pand hieronder. Er zat nu een voertuig voor. Hier zitten ze dus in en daarnaast is het andere pand. Dit is een foto gemaakt vanaf de Oude Kranen. En dan kijk je weer richting die Rijnstraat. En dit is ook misschien een geposeerde foto, maar het was wel gebruikelijk bij de Engelsen om, als ze niet zeker waren van hun zaak in een stad, om in rijtjes van twee te lopen en dan met tussenruimte en ook tussen elkaar. Zodat als er dan een mitrailleurschutter zou zitten of een sluipschutter, dat dan niet iedereen in één keer de klos zou zijn. Ik heb uiteindelijk de boel in elkaar geplakt en dan komen we op het volgende uit. Ik begon met deze foto, nou dat is dus hier genomen. Die foto van de kerk zit dan hier, die moet vanuit hier denk ik genomen zijn. De foto van de Engelsen in de pui, dat moet denk ik vanaf hier zijn geweest. Dit is die foto uit het Engelse boek. Daar hebben ze daar gestaan. En die andere, die zagen we net. Een andere hele interessante foto vind ik deze. Omdat het heel actierijk is. Als je hem wat lichter zou maken, dat heb ik niet gedaan, want dan wordt het te overbelicht. Zie je de man hier, er zat hier een man. Die maakt een soort kelend gebaar. Nou, die Engelsman zou van snij maar zijn keel door. Niet echt prettig. We zien hier een Duitser of een Nederlandse SS'er. Want we hebben ook helaas landgenoten van ons aan de foute kant in Arnhem in 1945 een aardige rol gespeeld. De man daarnaast die kijkt daarnaar en de fotograaf staat hier midden op de straat. Tegelijkertijd komt er een voltreffer op het gebouw. Ja, als daar volop geschoten wordt, ga je natuurlijk niet midden op de straat staan. Dus dit is gewoon ja, een foto wat volgens mij in scène is gezet. En ik vraag me dus dan ook af, was dat schot op die prachtige bakkerij, want het was een bakkerij bij de hoek, was dat wel nodig? Nee. Hotel Soleil, dat is deze, die witte, op de hoek. Du Soleil stond hier en die liep door. En Du Soleil was beschadigd. Hij had er een schot aan de voorkant, zeg maar ongeveer, nou ja, op de balk hier zo, als ze hem door zouden trekken. Maar de eigenaar van Du Soleil, het verhaal gaat dat hij kon ook wel geld ervoor krijgen, het kon worden gerepareerd. Maar hij zou er zelf meer aan verdienen als hij het liet slopen en toen heeft hij daarvoor gekozen. Dat is een verhaal dat gaat, ik weet niet of dat waar is. Het is misschien wel een aardige anekdote. Er zijn meer foto's van dit pand en dan zie je steeds bij die Engelse foto's dat datzelfde gebouw steeds meer afbrandt. Kijk, links weer een aantal mannen in dekking, maar dan denk ik hoezo, want ja, de fotograaf staat er ook bij. En als we kijken naar de uniformen, dat is misschien een beetje specialistisch, maar dit zijn bijvoorbeeld, dit is een motorordonnans. Deze ook, dat kan ik zien aan de helm. En deze, het zijn gewoon weer infanteristen en ja, die zoeken dekking achter elkaar. Maar als je echt dekking zoekt, dan ga je hier niet staan. En zeker niet zo vlak over elkaar. Dat doe je niet als militair. Utrechtse weg, daar zien we weer een tank gevangenen. En dat zouden dus ook Nederlanders kunnen zijn, maar weet ik niet zeker. Deze foto is heel bekend. En ik heb hem in kleur gemaakt. Om eens te kijken van, nou ja, geprobeerd. Het groen van de militairen, dat is een beetje lastig met de foto, maar hoe zou het nou in kleur zijn geweest? Ik bedoel, ja, ik was er niet bij, maar zo ongeveer. Ook bij deze foto krijg ik weer een beetje het gevoel dat het behoorlijk wat geënsceneerd is. Want ja, die mannen rechts liggen in dekking. Ze lopen leuk aan de rechterkant van de straat. En die man zit gewoon in het midden te fotograferen. En er is een rookgranaat. Toen ben ik het boekje van het bataljon, het Essex Regiment, gaan lezen. En dan schrijven ze zelf over Arnhem. Ja, we hebben een aantal mensen verloren, maar qua strijd. Het was zo'n beetje de piece of cake van de hele oorlog. Ze waren in Normandië geweest, ze waren in België geweest. Ze zijn voor een deel in Duitsland nog geweest, in Nederland. En Arnhem was voor hun eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen een picnic, maar dit deel, deze foto, op 14 april genomen. Ja, op 14 april schrijven ze in hun eigen boek van ja, het was een beetje gewoon nog een beetje doorzoeken van huizen.